Ja, vrienden. Ja. Hebben jullie hem ook gehoord? Ja, bij Vandaag Inside. Hoor je het hem zeggen, die Gené? Ja, want ik heb het al gezegd. Nog niet zo lang geleden. Toen zei ik van, nou ja, de markt gaat naar Vandaag Inside. En je leest overal op de social media van, oh, maar dit gaat het tv-moment van het jaar worden. Dit is de uitzending, die mogen we niet missen. De markt bij de Johan. En wat gaat er nu gebeuren? Ja, maar wat hebben we nu de Gené horen zeggen? Vrienden. Ja, want ik had al gewaarschuwd. Want ik zei van ja, gaat dit nou. Gaan we keihard aanpakken, hè? Gaan we nou knallen met die geit? Dat zei ik, ja. Of wordt het slap op? Ja. En wat horen wij nu de Gené zeggen, hè? De Gené, die zegt nu al wat ik toen ook al zei: voorwaarden vooraf. Ja, van de markt. Ja, ja, ja. Dat kon je op je klompjes aanvoelen, vrienden. Ja. En wat mag er nu allemaal niet, hè? Let even op, hè. Er mag dus niemand komen van de toeslagenaffaire in het publiek. Dat die stiekem even een opmerking maakt of een vraagje stelt. Nee, mag niet. En er mag ook niemand komen uit Groningen. Nee, geen vragen over het gas, alsjeblieft. Nee, en ook niet over compenseren, hè, van alle kosten die we hebben gehad vanwege de aardbevingen. Nee. En er mag ook niemand komen van de boeren. Nee, oh nee, helemaal niks over stikstof. Nee, alsjeblieft niet. Want hè, er zou zomaar een vraag kunnen komen van, waar was je tijdens al die rellen? Mark, we hebben je toen helemaal niet gezien. Nee, alsjeblieft niet. Dat kan niet. En dat mag ook niet, vrienden, let even op. Al die voorwaarden vooraf al, hè. Er mag ook niet een politieke duider komen die helemaal van hoed en rand weet en hem misschien vast kan zetten in een discussie. Nee, dat mag dus ook niet. Dus wat hebben we dan nog, vrienden? Wat hebben we dan nog in die uitzending? Niks. Helemaal niks. Dat wordt alleen maar een beetje giebelen geitenstein. En dat kan die Rutte goed en maar lachen. En die, weet je, en dat gaat hij doen. Ja, dat gaan we zien van de markt. Ja, en de Johan, ja, die heeft ook al gezegd, ja, we gaan het wel met mate gaan we onze mensen aanpakken. Dus met mate. Dus we gaan er niet met gestrekt been in. Dat hebben we nu alvast gehoord. En er zijn al heel veel voorwaarden vooraf. Nou, vrienden, ja, ik moet je zeggen, ik kijk er al helemaal niet meer naar uit, vrienden. Naar die 13e maart, nee. Dat wordt niet knallen met die geit. Nee. Vrienden, reken maar op. Slappe hap.